Concert- en expositieruimte De Nieuwe Kerk. Een prachtig monumentaal gebouw in Zierikzee. Maar boven, hoog boven de muren, huist een probleem. Een schimmel. Een zwam die in de loop van de jaren het constructiehoutwerk ernstig heeft aangetast. In 2012 wordt de Nieuwe Kerk gerestaureerd. Via deze maandelijkse video-update volgt u hier de ontwikkeling. In februari zijn de werkzaamheden begonnen. Maar we gaan nog even terug. In eerste instantie worden alle bijzondere attributen uit het gebouw verwijderd. De geluidsapparatuur, het doopvont en ook het grote houten tableau wat achter in de kerk hing. 350 kilo zwaar. Daarna worden de banken, orgel, preekstoel en alle andere kostbare gedeeltes die niet tijdelijk te verwijderen zijn ingepakt in plastic en grote houten kisten. Hiermee wordt voorkomen dat er tijdens de verbouwing per ongeluk schade zou ontstaan. Nadat alles veilig is ingepakt, arriveren de steigerbouwers. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant worden langs de muren steigers opgetrokken tot net boven de hoogte van de muur. Zo is het mogelijk om alle dragende houten constructiedelen te inspecteren en zo nodig te vervangen. Een vergeten accessoire van de laatste tentoonstelling houdt toezicht tijdens deze voorbereidende werkzaamheden van de restauratie. Volgende maand bekijken we in deze serie de door de zwam aangetaste houten balken en plafonddelen. Ook laten we zien op welke wijze de gipsen ornamenten aan de plafonds en pilaren zijn opgehangen. Daarbij wordt ook duidelijk dat het een wonder mag heten dat deze ornamenten niet eerder losgeraakt en naar beneden gevallen zijn. Graag tot de volgende aflevering van Zwammen uit de Nieuwe Kerk Zierikzee.